Commitment begint vaak, schrijft Duchan, met een verzoek om hulp. Iemand die om hulp vraagt, laat zien dat hij meer commitment heeft voor het resultaat dan dat hij zich zorgen maakt over welke indruk hij maakt met zijn vraag. Daar kun je goed het onderscheid zien tussen iemand die gecommit is, he doesn't give a fuck, of iemand die gewoon betrokken is en altijd maar bezig is met wat zullen mensen wel niet van bedenken als ik A, als ik B. Alles begint bij jouw commitment om resultaten te behalen. Iemand met een echt commitment vraagt om hulp.